Goedenavond, Arenberg. Welkom bij de 11e editie van de Cutting Edge Awards, de meest prestigieuze awardshow georganiseerd door iemand die Kevin heet. Ja, er is ook nog de Suikerbiet Awards en Lendeleden, maar dat is een heel ander kaliber natuurlijk. Mijn naam is Xander Rijk, u kent me misschien van mijn comedy, van mijn podcast Moslim Half 2, van mijn Twitter, van de krantenartikels over mijn Twitter. En natuurlijk al die programma's op VTM en 1 waar ik nooit voor gevraagd word. De Cutting Edge Awards is een beetje zoals alle andere awardvoorstellingen. Met uitzondering dat bij andere awardvoorstellingen uw werk wordt beoordeeld door uw beteren in de industrie. En hier is de shortlist samengesteld door een 50-tal bloggers met een website. Als je vanavond wint, is dat omdat mensen uw werk gewoon het beste vonden of omdat ze iets moesten aanklikken in uw categorie en uw naam hebben ze al een keer gehoord. Maar vandaag blikken we terug op het beste wat de cultuur te bieden had in 2015. En er is veel veranderd. Hè. In televisie bijvoorbeeld was het een raar jaar voor televisie in 2015. GymTV en TMF zijn verdwenen. Ja, inderdaad. De fans waren er ongeveer 20 seconden kapot van, totdat ze een melding op hun smartphone kregen. 2B heeft niks speciaals gedaan. Ik ga er ook geen grappen over maken, want ja, wie weet bedreigen ze ons met het tweede seizoen van Lookalikes. Maar één had een heel sterk jaar met een paar genomineerden vanavond. T is genomineerd. Geen fans van T. Ja, dat mag. T is die Vlaamse versie van Elementary, waar Koen De Bouw voor de verandering de misantroop in een kostuum speelt. Hij is hier vanavond, dames en heren. Applaus voor zichzelf. Reize Waas is ook genomineerd vanavond. Ja, inderdaad, ja. Er is intussen ook al een derde seizoen van Reize Waas aangekondigd, waar Tom Waas op zoek gaat naar een land waar ze wel nog zitten wachten op een programma met katluiten. Vooral Canvas heeft het zeer goed gedaan vorig jaar. Bevergem was waanzinnig populair, ja. Inderdaad. Meer dan 800.000 kijkers op Canvas. Ik was er persoonlijk van onder de indruk, want ik wist niet dat er 800.000 West-Vlamingen mijn tv-toestel waren. Natuurlijk zijn die cijfers zo hoog, want iedereen weet dat een West-Vlaams gezin meer kijkers bevat, omdat er ook nog een os, een ezel en wat kippen in de living staan. Volgens Humo's Poppel, dit jaar trouwens, was Freddy de Vadder de op 1 na beste acteur van Vlaanderen. Ja. Op nummer 1 stond hij Labrador uit Winteruur. Dus, wat is die fascinatie trouwens met West-Vlaanderen in een keer, de laatste jaren? Zo Bevergem, eigen kweek. Wordt er eigenlijk nog fictie geschreven die niet gebaseerd is op een Jambers-reportage van Man bij het Hond-segment? En West-Vlaanderen trapt daar ook in. En gelijk in Kooigem hebben ze alle borden veranderd naar Bevergem. Dat gaat problematisch worden. We gaan later aan onze kinderen moeten uitleggen dat West-Vlaanderen echt bestaat. Hè? De ideale wereld is uitgedraaid in een ongezien succesverhaal. Ja, inderdaad. Ja. Het toont dat als je hard werkt, doorzettingsvermogen toont, constant kwaliteit levert en zelfs van zender wisselt, dat het nog altijd niks uitmaakt voor je kijkcijfers. De ideale wereld is een beetje like Temptation Island 10 jaar geleden. Niemand keek ernaar, maar we babbelen er wel allemaal over. Nu, ze zeggen wel dat de kijkcijfers veel groter zijn als iedereen meetelt die uitgesteld kijkt. En met uitgesteld kijken bedoelen ze mensen die stukjes van 2 minuten bekijken op het toilet. Over programma's gesproken waar niemand naar kijkt. Radio Gaga is ook genomineerd. Ja, inderdaad. Ja. Alleen Elvis blijft bestaan. Of zoals ik het noem, alleen mijn kat blijft wakker. Het is eigenlijk grappig. Hoe minder kijkers aan een programma heeft, hoe beter dat we het altijd vinden in dit land. Ik denk dat het omgekeerd ook werkt, aangezien dat thuis 1,2 miljoen kijkers per dag heeft. Sorry, ik ben ook een grote fan van thuis. Ik vind thuis is een beetje de Vlaamse versie van Game of Thrones. Ja, het is ook zo, 40 man die zo per aflevering 30 seconden screentime krijgen. Na 3 afleveringen weet ik het plot ook niet echt meer. Er sterven ook constant kinderen in. Er zitten wat draken in. En het is een kwestie van tijd tot we Joy Tielemans artiesten zien. Je weet dat gaat komen, je weet dat het komt. Ik vraag me soms af hoeveel kijkers dat eens zowel als senioren niet naar televisie mogen kijken. Want er stond een paar weken terug in de krant dat de gemiddelde tv-kijker in Vlaanderen 54 jaar is. Die van 1,58 jaar.
En dat maakt mij bang voor de kijkcijfers van VTM. Want ze zijn altijd bezig over de jeugd aanspreken in het land. De zenders zijn aan het verjongen. En dan hebben ze het populairste programma op VTM, Tegen de Sterren Op. Of zoals ik het noem, Goega Baul en de rest. En dat is dan het programma voor de hippe jeugd, met er een Saturday Night Live intro. En daar doen ze dan imitaties van The Nanny, een programma dat al 10 jaar niet meer in syndicatie is. Of Get Ready, een band die al 20 jaar niet meer optreedt. Of het hippe programma De Collega's. Een programma van 38 jaar oud. De laatste aflevering van De Collega's was 6 jaar voor mijn geboorte op tv. Naar welke doelgroep mikken die eigenlijk nog? Naar die frisse 50-plussers? Nu ik heb geen klachten over Tegen de Sterren Op. Je ziet dat er veel geld naar de decors en de kostuums gaat, aangezien dat er nooit budget rest voor deftige schrijvers. Wauw, ja, sorry, ik lieg. Ik ben aan het zeven. Nathalie Meskes verkleden als Magie de Blok om haar dan in een lift te steken die geblokkeerd wegens te veel gewicht. Ja, daar kruipt er voor plezier 6 uur in een make-up stoel in. En het zijn ook speciale tijden voor 4 en 5 natuurlijk. De jaren 90 zijn volledig terug, want op 4 zijn we terug aan het kijken naar De Mol. Zijn er mensen die naar De Mol aan het kijken zijn? Ja, inderdaad. De Mol is dat programma dat wordt gepresenteerd door Gilles de Koster. Dat is die kerel die altijd kijkelijk terecht in de zon aan het staren is. Persoonlijk volg ik De Mol niet. Wij spelen een ander spelletje thuis. We hebben thuis een vierboekje en we proberen te raden wie er overstapt naar de VRT dit jaar. Stefan Herwegen, ziet er ongelukkig uit. Stefan Herwegen. Er komt ook een nieuw seizoen van de Pappenheimers trouwens. Naar het schijnt gaan ze volgend jaar een nieuw seizoen van de Schalkse Ruiters maken ook. Gewoon om te zien hoeveel programma's van Tom Leenaerts ze kunnen maken zonder Tom Leenaerts. En op 5 is natuurlijk Temptation Island weer helemaal terug. Zijn mensen die naar Temptation Island kijken? Nee, want die zitten thuis, hè. Het is een grote controverse dit jaar, maar aan het schijnt is een van de koppels in Temptation Island geen echt koppel. Wie had dat kunnen denken, dat Temptation Island een spannender mysterie dan De Mol is geworden dit jaar? Waarom schrik je daar ook van? Als je daaraan meedoet, weet je toch exact wat je aan het doen bent, of je bent heel dom. Als jij denkt dat Temptation Island een relatietest is. Weet je, ik ga ook vaak naar het frituur om mijn dieet te proberen. Radio. Het was ook speciaal voor radio trouwens. Persoonlijk hoop ik dat er dit jaar nog een keer een hetero man wint. Want ik weet niet of het opgevallen is, maar de homo's en de vrouwen zijn echt radio aan het overnemen in Vlaanderen. En het wordt echt dringend tijd dat de blanke man nog een keer een duwken in de rug krijgt. Dat is ongelooflijk. Kijk, we weten allemaal dat de medialaan een klein beetje een bruin dreef is, maar... Sven Ornelis dat programmadirecteur geworden is. Dat is echt... ik mag dat niet zeggen. Sven Ornelis is een hetero, sorry daarvoor. Het is een volledig hetero man die houdt van koken, Zuiderse reizen, samenwoont met 2 katten die Boy George heten. En een partner waarvan de media niet moet weten of het een man of een vrouw is. Dan is het een man, hè. En wat is uw eerste beslissing als programmadirecteursfan? Ik ben Sam de Bruin. Als presentator? Ja, als presentator. Als presentator. M&M juist hetzelfde. Je weet dat het erg gesteld is als de meest hetero-presentator op M&M Peter van de Veire geworden is. Een man die hem iedere dag verkleedt voor de radio. En ze zien er ook allemaal hetzelfde uit, die radiopresentatoren. Ik weet niet wie die mal heeft van Sam de Bruin, maar breek dat ding nu een keer. We hebben genoeg van die kerels. Ik denk echt dat Sam de Bruin, Tom de Kok en Riek Boei seks hebben dat strafbaar is voor incest. En daarom word ik niet gevraagd, hè. Ik zeg het u maar. Hè. Daarom word ik niet gevraagd. Hè. Oh, het is zo waar. Riek Boei is genomineerd voor Q-Music trouwens vanavond. Zijn we fans van Riek Boei? Zijn vriendinnen hier vanavond. Hij is heel populair omdat hij enorm inspeelt op alle vormen van sociale media. En dat maakt hem geliefd bij de jonge luisteraars van Q-Music. Ik wist niet dat Q-Music jonge luisteraars had. Aangezien dat ik die zender alleen maar hoor als ik passeer aan een bouwwerf. Maar het is belangrijk dat hij dat goed doet met Vine en Snapchat. Op Q-Music hebben ze graag mensen die niet langer dan 15 seconden entertainend kunnen zijn. Voor Studio Brussel is Linde Merkpoel genomineerd vanavond. Niemand? Ja, jawel, kom aan. Linde Merkpoel, want ja, wie werkt daar nog op Stubru? Volgend jaar is het goede doel van Music for Life Studio Brussel zelf trouwens. Dat hebben ze net aangekondigd. Ik denk niet dat we Vincent Bilot rap op een lijst gaan zien staan ergens. Tenzij dat van mogelijke verdachten is bij een ontvoering aan een schoolpoort. En Siska Scooters, daar wil Thomas de Zoete zelfs niet meer mee opstaan. Dus daar zijn we ook klaar mee, denk ik.
Waar is die trouwens? Dat is raar. En film, tenslotte film. 2015 was een zeer goed jaar voor Vlaamse film, daar kunnen we gewoon niet rond. Er zijn meer dan 15 Vlaamse films uitgekomen, tezamen goed voor meer dan 2 miljoen bioscoopbezoekers en 5 positieve recensies. Dus, een van de uitschieters was Safety First, de film, die in het openingsweekend zelfs meer bezoekers had dan Star Wars in Vlaanderen. En in tegenstelling tot de acteurs in Star Wars, waren alleen de moppen in Safety First bejaard. Oh nee, hij was geweldig goed en origineel, dat is waar. Ja. Ai Ramon. Ik weet niet of mensen Ai Ramon gezien hebben. We kunnen hem nog downloaden, waarschijnlijk. Kijk uit wat je downloadt. Het ene is een Spaanse homoporno en het andere is een Sinterklaasfilm. Maar, In Ai Ramon hebben Hugo Matthijssen en Bart Peters trouwens de Zwarte Pieten-discussie opgelost. Ik weet niet of iedereen hem gezien heeft, maar... Dus je weet de discussie een klein beetje. Nu hebben ze het opgelost. De Zwarte Piet begint blank in de film en wordt gaandeweg zwarter door het roet van de schouw. Wat goed is, want dus kinderen leren nu dat de kindjes van Afrikaanse afkomst in de klas geen slaven zijn, maar gewoon mensen met slechte hygiëne. Er was ook nog Onderweg naar Morgen. Ik weet niet of mensen die film gezien hebben, Onderweg naar Morgen. Dat was die film over een professor in Leuven die ontdekt dat hij mails naar het verleden kan sturen. Ja, na de recensies wou de regisseur zijn eigen mail sturen met daarin een tof idee, alleen is niet genoeg. Wat mannen willen, moest je hem niet gezien hebben, het antwoord was niet mee naar die film. Er was een film van Foute Vrienden, maar het aantal bezoekers viel een klein beetje tegen. Voornamelijk omdat de kijkers van Foute Vrienden niet na 8 uur nog buiten mogen op een weekdag. Ten slotte school morgen. Hè. Er was weer een kampioenenfilm vorig jaar. Ik weet niet of mensen de kampioenenfilm zien. Dit jaar was het grote misverstand dat Jan Verheijen vergeten was dat het een komedie was. Er is trouwens al heel dat een derde kampioenenfilm aangekondigd. De films worden naar het schijnt succesvoller, omdat de fans nu beginnen door hebben dat er al 5 jaar geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden. Ik zou nog een rap maken over de Loft, maar ja, ik moet nog iets overlaten voor de jury van de slimste mensen de komende 7 seizoenen. Er wou iemand applaudisseren, hè? Iemand, hè? Jawel. Kom aan, geef toe. Het is niet altijd even goed. En Belgica heb ik nog niet gezien. Niemand niet, trouwens. Het kan zijn dat ik hem wel gezien heb. Daf die Bacardi-reclames van Kinepolis duren nu 2 uur. Er zijn ook heel veel films genomineerd trouwens vanavond, en niet alleen de dingen die ik opgenoemd heb. Er was de animatiefilm Cafar. Ik heb alleen maar de trailer gezien, maar ik dacht eerst dat het een walkthrough was van Medal of Honor op de PlayStation. Dardenne was zeer goed. Het is gewoon verfrissend om nog een keer een Vlaamse film te zien die gaat over marginaal in de miserie. Kevin Janssen speelt trouwens een Johnny met tattoos. Daar is hij vast uit zijn comfortzone moeten voorkomen. Jawel, kom aan. Verdomme, elitair volk. Ik vind dat straf dat hij dat doet. Hè. Wie weet speelt Wim Willaert een keer een verwarde West-Vlaming. Of Ben Segers iemand die nerveus is. Of doet Matthias Schoenaerts mee in een film waar hij een moeilijke relatie heeft. En er werd dus ook gezegd dat er al veel buzz was rond de Ardennen. Dat zijn onze kranten. Er is veel buzz rond de Ardennen, maar uiteindelijk was het gewoon tinnitus door de soundtrack. Er was Le Tout Nouveau Testament. Ja, die zijn genomineerd. Je gaat een beetje enthousiast moeten krijgen straks. Le Tout Nouveau Testament die stond op de shortlist voor de Oscars, maar jammer genoeg niet genomineerd. Of zoals de media in Vlaanderen altijd zegt, we grepen er net naast. Onthoud dat voor vanavond. Er zijn geen verliezers, gewoon heel veel mensen die daarnaast dingen grijpen. Le Tout Nouveau Testament ging trouwens over God die in Brussel leeft. En sinds de aanval in Parijs weten we dat dat waar is, maar het is gewoon niet de God die wij dachten. Dat is een zeer goede grap trouwens. Dat wil ik er al bij zeggen. Dat is een zeer goede grap. Het gaat niet over de slachtoffers, er komen geen dooien in. Dat is een zeer goede grap over Parijs. En tenslotte natuurlijk Black. Ja. Black was natuurlijk de film van 2015. Iedereen kent Black. Black is de film geregisseerd door Adil El Arbi. En die Marokkaan met die pet op.
Ik bedoel natuurlijk Bilal Fallah, waarvan onze pers vaak vergeet dat hij ook bestaat. Terwijl dat hij evenveel schuld heeft aan Black natuurlijk. Naar het schijn is Bilal binnengeraakt op de première van Black door te zeggen dat hij Adil kent. Ik ook hoort, Ik vond Black een revolutionaire film, want het heeft de Marokkaanse gemeenschap en de bange blanke Vlaming dichter bij elkaar gebracht door te tonen dat iedereen boelieft met negers in Brussel. Black heeft ook Adil en Bilal tot sterren gepromoveerd, want je ziet ze nu ook overal opduiken op alle filmpremières. En ze zijn nu de eerste Marokkanen in Vlaanderen die niet via de nooduitgang gratis naar de film mogen gaan. En tenslotte, ik heb ook gelezen in een interview onlangs dat Adil het zou zien zitten om een Star Wars te maken. Ja, daar kijk ik naar uit. Vier man en een X-Wing fighter die muziek aan het pompen zijn met de vensters omlaag. Dat is... dat is waar naar we uitkijken. Swat, dames en heren, zijn we er klaar voor? Ja, als je nu pissig bent, ik ben hier heel de avond. Ik ben hier heel de avond. Tenzij dat ik meteen neergestoken word door Adil en Bilal. Of zijn een neef, ik weet niet, die man trekt hem allemaal op elkaar. We gaan eraan beginnen. Eerste categorie, dames en heren, eerste categorie. Eerste categorie van de avond is beste concert. Inderdaad, beste concert. En dat wordt uitgereikt door een man wiens kledijstijl eigenlijk gewoon nog een zijs ontbreekt om Pietje de Dood te zijn. Mag ik een Davidapplaus voor Luc Janssen?